Zo, het is mij echt een waar genoegen om hier voor mij te hebben. Ik denk wel de beste verkoop-expert in Nederland, België en omstreken. Binnenkort komt zijn boek ook uit in het Engels, dus dan gaat hij zeker ook de wereld veroveren. Dus welkom, Ronald Bogaerts. Ja, dankjewel man. Wat een mooie introductie. Ja, natuurlijk. Ja, gaaf. Ja. Dus Street Smart Sales. Ik ben heel benieuwd, hè? Want het verkoop is altijd voor mensen een beetje engig. Of ze denken, hoe moet het nou? Maar jij kan het op een hele simpele manier uitleggen. En je bent niet alleen een verkoper, je bent ook ondernemer. Dus je geeft niet alleen die trainingen, maar je weet exact hoe dit allemaal werkt. En je hebt alle technieken door, hoe jij kan zorgen dat je alles aan iedereen kan verkopen. Dus brand los, zou ik zeggen. Ja, leuk man. Nou, het is superleuk voor de mensen thuis die ook meekijken. Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Ronald Bogaerts. Ik geef meer dan 15 jaar training op het gebied van sales. Ik heb duizenden verkopers geholpen met het verbeteren van hun resultaten. En mijn doel is eigenlijk om in het komende uur jou ook op dezelfde manier te gaan helpen. En daarom ben ik blij en vereerd dat ik hier vandaag bij jullie mag zijn. Mijn boek is een enorm succes. Bestselling op managementboek.nl. En ik heb in anderhalve maand bijna 3000 exemplaren verkocht. We zitten inmiddels zelfs al in de derde druk. Dus super tof. En dat was mijn doel, hè. Toen ik ooit begon met het geven van trainingen, dacht ik, ja, ik moet ook echt een boek schrijven. En dat is nu onlangs gebeurd. En dat is waarschijnlijk ook de reden waarom jij me vandaag hebt uitgenodigd. Zeer zeker. Nummer 1, managementboek.nl. Dus dat is niet niks. Nee. Dus, ook voor de mensen thuis die aan het kijken zijn, pak even een aantekeningenvelletje erbij. Want je weet hoe dat gaat. Je gaat heel veel mooie dingen horen, interessante dingen horen. Maar dit zijn echt, ik zie het altijd maar van, je hoeft maar één klein dingetje eruit te halen en het kan zorgen dat je omzet wordt verdubbeld. Dus pak je aantekeningenblad erbij en zorg niet dat je afgeleid raakt of dat je telefoon aanstaat. Focus hierop, want Ronald heeft mij verzekerd dat hij alleen maar waarde gaat leveren en hij gaat ons wegblazen met zijn kennis. Ja, zeker. Bereid je voor. Ja, leuk, mag ik los? Mag los, jongen. Ja. Ja, nee, hartstikke leuk. Ik ga gewoon een begin maken. Als je mijn boek hebt gelezen, dan heb je gelezen over een onderzoek wat ik gedaan heb bij een salesorganisatie met bijna 1000 verkopers. En ik heb daarvoor een arbeids- en organisatiedeskundige ingehuurd, omdat ik gewoon benieuwd was van hoe kan het nou dat 20% van de verkopers verantwoordelijk is voor 80% van het resultaat. Want in mijn ogen is dat echt bizar. Want ik kan me ook niet voorstellen dat als jij 80% van de verkopers bent die niet hun target haalt, dat je het wel accepteert dat de rest het wel kan, weet je wel. Dus wat ik wilde dat inzichtelijk maken en ik wilde gaan kijken naar oké, hoe kan ik met de kennis van die 20% toppers nou andere ondernemers, verkopers helpen om hun resultaten te verbeteren. En dan ben ik wel benieuwd, Alex, wat denk jij dat het belangrijkste was? Dus wat was het belangrijkste onderdeel waardoor het gros van de verkopers niet hun target haalde en een heel klein deel wel? Wat deden zij anders? Wat denk jij? Ik denk dat de kern ligt in, we hadden het er net ook over zelfvertrouwen, certainty, frame control. Dus dat jouw energie zo sterk is, dat jij vertrouwen hebt in dat A, jouw product goed is, en B, dat mensen op jou zitten te wachten en dat je dit over kan brengen. Maar het begint bij zelfvertrouwen, certainty, sell yourself first. Ja, dat zou ik zeggen. Ja, zeker weten. En dat zelfvertrouwen, dat spatte er ook vanaf. Hè? Die groep, die 20%, die noemden we ook de champions. En wat we hebben gedaan, we hebben data-analyses gedaan. We zijn gaan kijken naar, oké, wat zijn nou bepaalde gedragspatronen die zij hebben? Wat zijn de salarisinkomsten, et cetera? We hebben gekeken naar de full package. En er was één heel duidelijk onderscheid tussen de champions en de rest. En dat ging over doelen stellen. En het interessante is, hè, als je kijkt naar een ondernemer of naar een verkoper, ja, doelen stellen, ja, tuurlijk, ik heb een doel. Ik wil er 1 per dag verkopen of 1 per week of hè, ik wil graag 1 miljoen euro verdienen. En het verschil tussen de champions en de rest is dat ze hun doelen ook echt smart hadden gemaakt. Maar niet smart in de zin van acceptabel, nee, maar ambitieus.
Weet je, die echte toppers, die hadden gewoon een plan om gewoon een vastgoedbaas te worden. Dus degene die bijvoorbeeld werkt als zelfstandig ondernemer, die hadden zich niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als verkooporganisatie. Maar die hadden zich ingeschreven als vastgoed enterprise, weet je wel. Die hadden hun doelen zo specifiek en zo scherp voor zichzelf, dat het niet uitmaakte wat ze onderweg tegenkwamen om hun doelen te bereiken. En ik denk dat daar de sleutel ligt. Want als jij namelijk je doelen scherp hebt en je kan ze voor jezelf visualiseren en je weet waarom je het doet. Ja, de meeste salesorganisaties, daar haal je geen 10% conversie. Voor de mensen die niet weten wat conversie is. Conversie is naast je activiteit. Dat zijn de twee belangrijkste meetinstrumenten eigenlijk. In een verkoopsituatie. Dus als jij ondernemer bent en je wil meer verkopen, dan moet je eigenlijk twee dingen doen. Moet je 1, zorgen dat je gesprekken beter worden. En 2, als je product goed is tenminste. Hè? En 2, je moet zorgen dat je voldoende activiteit levert om daadwerkelijk je doelen te kunnen halen. Dus stel dat jij de beste verkoper van de wereld bent. En je haalt bijvoorbeeld 10% conversie en je wil je resultaat verdubbelen. Het enige wat je hoeft te doen is 2 keer zoveel mensen spreken. En die matrix die is eigenlijk helemaal niet ingewikkeld. En wat wel leuk is om te vertellen is een story van de nummer 1 verkoper, de allerbeste. Dat was een jongen en daar ben ik mee naar een seminar geweest. Ik weet niet of jij Zig Ziglar ook kent. De grondlegger, echt uitbaas, hè? Ja. En ik heb, dit was trouwens het eerste salesboek wat ik ooit zelf gelezen heb en wat mij echt heeft geïnspireerd. Ja. Dat overigens ook in mijn boek omschreven. Maar ik kwam bij een seminar van zijn zoon en ik had die nummer 1 verkoper van die salesorganisatie had ik meegenomen. Dus we zaten daar in een soort van testomgeving en met een groep mensen die waarmee we daar waren. Moesten op een gegeven moment werden we verdeeld in de ruimte. En op het moment dat je extravert of introvert was, moest je in een bepaalde hoek gaan staan. En tot mijn verbazing was die nummer 1 verkoper, die stond in een hoek van introverte mensen. En toen dacht ik bij mezelf, hè? Dat klopt niet, weet je wel. Verkopers zijn toch extravert, weet je wel. Dat zijn herrieschoppers, dat zijn mensen die enthousiast zijn, die bezig zijn, outgoing zijn, houden van veel praten, et cetera. Maar hij was dat niet. En dat viel mij toen al op. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dus de nummer 1 van een salesorganisatie is dus een introvert persoon. Dus je hoeft niet per se outgoing of extravert te zijn om een goede verkoper te kunnen zijn. Daar kwam het eigenlijk op neer. En wat heel typerend was, is dat als ik die vloer opliep en ik liep naar een verkoper toe en ik zei, hey, yo, hoe was je dag? En dan zeiden ze altijd tegen mij, ik heb een goede dag, maar dan hadden ze een resultaat gemaakt. En als ze geen resultaat hadden gemaakt, dan was het per definitie een slechte dag. Nou, dus ik ging naar die nummer 1 verkoper toe, die introverte jongen. En ik zei tegen hem, hoe was je dag? En hij zei, ja, maar ik had eigenlijk wel een goede dag. Dus ik zei tegen hem, hoeveel heb je gescoord? En hij zegt, niks. En dat verbaasde mij, omdat ik gewend was hoe jij je voelde was afhankelijk van je resultaten. Toen zei hij, ja, maar dat maakt eigenlijk niks uit. Want als ik vandaag niks scoor, dan scoor ik morgen een dubbele. Ik zeg, wauw. Ik zeg, dat vind ik interessant. Hij zegt, want wat ik heb gedaan, ik heb de basis gelegd. Ik heb de activiteit geleverd die ervoor zorgt dat ik consistent mijn resultaten haal. Toen dacht ik bij mezelf, ja, dat is slim. En toen zei hij het volgende. Hij zei, al mijn collega-verkopers, en 19 anderen uit de top 20... Hij zegt, het zijn allemaal rete goede verkopers. Het zijn jongens die verkopen allemaal 10% conversie. Hè? Dus 1 score uit 1 op 10. Mm-hmm. En hij zegt, ja, mijn conversie is 5%. Hij zegt, dus ik weet gewoon dat ik 2 keer zo hard moet werken. En hij zegt, en het valkuil van al die jongens is dat zij zich dus niet focussen op hun activiteit. En alleen maar bezig zijn met zichzelf en gezellig kletsen. En hij zegt, en daardoor lukt het mij als een minder goede verkoper om meer te verkopen als hen. Omdat mijn activiteit ervoor zorgt dat ik een consistente input lever om daadwerkelijk mijn doelen te realiseren. Ik had even een kleine voorbereiding gedaan. Nou, ik ga je gelijk onderbreken, want ik ben de stem van de mensen die denken van ja, weet je wat, het is wel leuk dat ik dan 2 keer zoveel gesprekken ga houden. Maar ik begin bij die basis, hè, van als mijn gesprek al niet goed in elkaar zit, zal ik veel sneller worden afgewezen en zal ik veel sneller denken bij het volgende gesprek, oh, gaan we weer een nee. Dus hoe zorg je ervoor dat het gesprek
het begin al goed is, waardoor ik dat meer dat zelfvertrouwen krijg? Of zeg jij het is andersom, zorg eens dat je zelfvertrouwen hebt en het gesprek zelf maakt nog niet zo heel veel uit hoe die structuur in elkaar zit? Ja, zeker wel. Want ik vind dat iedereen kan leren verkopen. Hè? Dat is de basis. En ik vind ook dat iedereen, en ook ik, nog steeds kan leren om betere gesprekken te voeren. Dus hè, er is gewoon ruimte voor ontwikkeling. En het voeren van betere gesprekken leidt uiteindelijk tot een hogere conversie. Tuurlijk. Dus als jij een ondernemer bent en jij verkoopt 1 product per week, jouw doelstelling is 2 producten per week te verkopen, kan je 2 dingen doen. Je kan dus of 2 keer zoveel mensen spreken, of zorgen dat je gesprekken beter worden. Nou, en dit is precies het onderwerp waar ik nu met jou ook over wil gaan hebben. Ja. Dus hoe? Wat is nou de sleutel tot succes? En wat ik heb opgeschreven, ik weet niet of je het kan lezen, ja, daarbovenin. Er staat, let's get real or let's not play. En dat is een boek wat ik gelezen heb, maar vooral heel interessant. Boek wat gaat over consultative selling. En consultative selling, dat is eigenlijk meer gericht, hè, op de enterprise sales. Dus ik kan me voorstellen dat jij misschien ondernemer bent thuis en dat jij een bedrijf hebt, je verkoopt oplossingen of je wil graag lange termijn relatie aangaan met klanten. Waar het heel vaak misgaat bij account managers is dat ze heel veel tijd en energie kwijt zijn in een klant, maar en het gevoel hebben van oké, ik ga hem binnenhalen en ja, nee, hij gaat echt volgende week tekenen. En eindstand, geen resultaat. En ik vond het zo interessant van let's get real or let's not play. Kijk, feitelijk, hè, als je het hebt over leveling the playing field, weet je wel, jij bent de verkoper, maar die klant die heeft jou minstens zo hard nodig als jou, als het goed is. En wat een doelstelling zou moeten zijn, is dat je gewoon open en eerlijk naar elkaar kan zijn. Dat je gewoon op hetzelfde level kan communiceren met elkaar. Dat je niet op je knieën gaat zitten van, oh meneer de klant, mag ik alstublieft die deal hebben? En daarom als ze het al vragen, want heel veel verkopers denken, goed. Hey, die relatie, we gaan het hebben over de vrouw en kinderen, leuk. Oké, ik heb een leuk gesprek, maar het gaat niet richting de verkoop. Dus nee. Op een gegeven moment denk je van, oké, als ik maar zo lang mogelijk blijf praten, ik heb al zoveel tijd geïnvesteerd, dan krijg je die sunken cost fallacy, dan willen ze niet loslaten en dan gaan ze ook niet vragen aan de sale. Want pas als je het vraagt en de persoon zegt nee, dan pas is het echt. Juist. En dan gaat het nergens heen. Nee, en dan ben je eigenlijk al te laat. Ja. En wat wel leuk is, ik wil jullie vandaag gewoon een aantal modellen meegeven. Gewoon simpele modellen die je ook direct in de praktijk kan toepassen. Nou, waar we net mee begonnen zijn, het gaat over actie. Hè? Dus je weet op basis van je activiteit, consistentie, doelgericht zijn, doelen stellen, structuur, et cetera. Je moet er gewoon voor zorgen dat je een vast moment in de week gebruikt om te zaaien. Weet je wel, we hadden het over Grant Cardone. De 10x rule, weet je, ik had hem toevallig hier, weet je, hij zegt ook gewoon, maak ze gek, weet je, je moet gewoon, als jij denkt dat 100% genoeg is, dan moet je minstens 200% leveren, weet je, als jij vindt dat je 1 post per dag op LinkedIn moet doen om waarde toe te voegen voor mensen, maak er gewoon 3 posts van, want uiteindelijk, weet je, ik merk het, ik ben heel actief op LinkedIn, ik post heel veel. Ik ben eigenlijk heel weinig aan het verkopen, omdat ik vooral waarde probeer toe te voegen. Iedereen die ik spreek, die zegt tegen mij van, hey, zo Ronald, ik volg je wel. Ja, ik like niet altijd alles, maar ik volg je echt goed waar je mee bezig bent. En dan denk ik bij mezelf, ja, moet je nagaan hoe je dus eigenlijk top of mind bent bij mensen, zonder dat je het eigenlijk doorhebt. Dus mijn advies is, weet je, ga naar buiten, maak herrie. Heb je het gevoel dat je te veel herrie schopt? Je maakt niet genoeg herrie. Maak alsjeblieft nog meer herrie. Dus dat is even over het actiestuk. Waar ik het nu met jullie over wil hebben, dat is het conversiestuk. Om het eigenlijk heel simpel, om eigenlijk verkopen heel simpel uit te leggen, zou je kunnen zeggen, verkopen is net als een huis bouwen. Of een flat. Laten we zeggen dat het dak, dat is de deal. Wat de grootste fout is die verkopers maken, en dat is ook logisch, hè, want je bent bezig met je eigen product, je weet er alles vanaf, je bent de expert, weet je wel, als jij personal trainer bent, je weet hoe mensen gewicht moeten, je weet wat mensen zouden moeten doen om jouw product in de praktijk te moeten brengen. Ik noem het even het product. En de prijs.
En dit is precies waar het fout gaat. Wat veel verkopers doen, die zijn eigenlijk alleen maar bezig met het product en de prijs. En het komt ook op het moment dat jij een prospect spreekt, die prospect die komt naar jou toe en die zegt, ja, wat verkoop je en wat kost het? En waar het uiteindelijk om gaat, is dat je als verkoper je bewust bent dat verkopen aan zich, dat is geen momentopname, weet je, dat is een proces. Iemand moet zich onbewust en ook bewust laten overtuigen, dus eigenlijk zichzelf overtuigen van het feit dat hij daadwerkelijk jouw product nodig heeft. En waar gaat het fout? En het is eigenlijk hetzelfde als dat je een huis gaat bouwen, is dat je een stuk grond hebt, dus dat de meeste verkopers eerst naar de IKEA gaan om spullen te kopen en dan neerzetten zonder dat er nog dat huis überhaupt staat. En de beste les die je kan geven is, concentreer je in de basis altijd op het fundament. En het fundament, dat is vertrouwen. Als iemand jou niet vertrouwt, gaat hij niks van jou kopen. En ik ben echt bij veel salesbedrijven geweest. En ik heb echt veel trucendozen gezien. Hallo, goedemiddag, ik kom hier niks verkopen. Weet je, niet doen, alsjeblieft niet. Wees gewoon eerlijk, weet je. Want mensen zijn niet dom. En mensen die trappen daar echt niet in. Als iemand jou niet vertrouwt namelijk, gaat hij nooit tegen jou zeggen van, ik koop niet van je, want ik vertrouw je niet. Weet je wel, mensen zijn daar te sociale dieren voor. En dus waar komen ze mee? Hè? Dus als ze je niet vertrouwen. Andere redenen. Ja, bullshit. Weet je wel, ik denk erover na. Ik moet het even overleggen. In ieder geval niet de reden die je wil. Wat je wil is let's get real or let's not play. Je wil dat mensen eerlijk tegen jou zijn. Want als ze een eerlijke reden aan jou aangeven waarom ze het niet willen, dan zullen ze ook veel sneller geneigd zijn. Ben je ook veel beter in staat om daar op de juiste manier op te reageren. Nou goed, dus waar het om gaat, is jij en de prospect. En precies wat jij net zei over zelfvertrouwen, dat is het fundament. Je moet in jezelf geloven, je moet in je product geloven, je moet in je dienst geloven. En je moet erin geloven dat er mensen zijn die daadwerkelijk jouw dienst of product nodig hebben. Dan is de volgende, is vertrouwen krijgen bij de prospect. En wat interessant is, en dat heb ik heel uitgebreid ook in mijn boek omschreven, hoe je dat moet aanpakken. Personaliseren, vriendjes worden, weet je, gewoon er alles aan doen om die relatie op te bouwen met een klant. En nu ben je misschien wel nieuwsgierig, hè? Wat zijn maar die? Kijk, dit is voor jou makkelijk, hè? Even vriendjes worden. Maar heel veel mensen vinden het lastig. Ja. Ik vind bijvoorbeeld, jij hebt heel veel callcenters getraind. Mm-hmm. Eigenlijk alle callcenters, personen die ik aan de lijn krijg. Ik heb zelf ook in een callcenter gezeten. Ik deed exact dezelfde fout destijds. Dat is echt in de begin 90's. Is dat ze zo robotic klinken. Echt, dat ze een script voorlezen. Ja. En ik ga altijd, dan luister ik en dan ga ik altijd tips geven. Zit ze helemaal niet op te wachten. Maar ik denk misschien als ik één iemand trigger. Dat misschien deed het ook. Ik probeer ze uit hun robotvorm te krijgen. Van goedemiddag meneer. Ik ben van D&D. En ik zorg dat. Leuk man. Hoe lang doe je dit al? Weet je. Dan probeer ik ze uit hun script te krijgen. Om die menselijkheid naar voren te halen. Dus dat denk ik dat een van de dingen is. Wat je echt moet doen om vertrouwen te winnen. Ja, moet je breek je weer. Ga verder. Ja, maar stel nou hè, dat die verkoper dat zou doen bij jou. Ja. Dus dat hij probeert de menselijkheid bij jou eruit te trekken. En dat is precies wat ik daarmee bedoel. Ik had van de week, moest ik een training geven bij een grote retailorganisatie. En wat je ziet is dat veel bedrijven die moeten op dit moment meer cross-channel marketing sales gaan doen. Hè? Dus niet maar alleen maar in de winkel, maar ze moeten ook leads gaan bellen die via de website binnenkomen. En het grappige was dat heel veel verkopers die gewend zijn in de winkel te verkopen, die vinden het heel moeilijk om te bellen. En toen vertelde ik in de training dat ik de dag daarvoor een groep energieverkopers had getraind, die met moeite 2% conversie haalden aan de telefoon. Dus minstens 98 keer nee hoorden voordat ze een keer ja hoorden. En toen vertelde ik aan die groep retailers, ik zeg, jongens, als ik die energieverkopers zou vertellen dat jullie gewoon hot leads binnenkrijgen. Gewoon mensen die hebben aangegeven dat ze gebeld willen worden. Ja, die gasten zouden gelijk van baan willen ruilen met jullie. Jullie snappen niet, zeg maar, hoe makkelijk en leuk het is op het moment dat je die warme leads nou eenmaal hebt. Ja. Maar waar het vaak misgaat, is dat een verkoper zich niet bewust is van dat de beslissing vaak wordt genomen in het onderbewuste.
En om het eigenlijk heel simpel uit te leggen. Ik kom daar zo meteen even op terug als je het goed vindt, Alex. Want dan maak ik even dit af. Waar het uiteindelijk om gaat, is een product. En prijs is louter inrichting van jouw dienstverlening. Waar het om gaat, dit zijn de volgende twee zaken. Dat is de intentie en de urgentie. En de intentie is eigenlijk de why. Dus waarom zou iemand jouw product willen kopen? En de urgentie is eigenlijk de why now. En wat ik denk is dat je je bewust moet zijn, wat ik net al zei, is verkoop is een proces. Je hebt dus aan de ene kant heb je de waarde. En feitelijk is dat gewoon euro's. Dus wat kost het mij? En je hebt de liefde. En de liefde is, wat voor gevoel krijg ik erbij? Vertrouw ik jou? Gun ik het jou? Vind ik jou leuk? Ja. En het interessante is, als je het hebt dus over vriendjes worden, is als jij naar een bekende toe gaat en je zegt van, geef me even een tientje. Dan geeft hij het je, omdat je een bekende bent. Op het moment dat jij ergens werkt en je verkoopt een bepaald product en het is een bekende, of jij hebt een personal trainer nodig, wat je gaat doen is je gaat eerst in je eigen netwerk kijken, want ja, het liefst doe je dat bij iemand die je kent, want je gunt het iemand, maar je weet ook wat je ervoor terugkrijgt. Dus de focus van elke verkoper zou juist moeten zijn, is zo snel mogelijk en zoveel mogelijk investeren in de relatie. Dus die verkoper die jij spreekt, Alex, dat is Wat hij moet doen, is proberen zo snel mogelijk een aanknopingspunt te vinden die persoonlijk is in het gesprek. En dat kan kinderen. Dat kan zijn iets waar iemand heel trots op is. Dat is bij ondernemers. Oh, ondernemers, die zijn, dat zijn zulke interessante klanten, want die zijn trots, die hebben passie. En wat vinden ondernemers leuk? Ze vinden het leuk om over zichzelf te praten. Dus als jij bij een ondernemer zit en je hebt de kans om vragen te stellen over zijn onderneming, of je hebt de mogelijkheid om hem een compliment te geven over hetgeen wat hij doet, of je hebt de mogelijkheid om je echt te gedragen als een potentiële klant, waardoor hij helemaal losgaat over zijn bedrijf. Wat gebeurt er? En dat boek van Cialdini heb je waarschijnlijk ook gelezen, Invloed. Dan ontstaat er een psychologisch gevoel voor wederkerigheid. Dus ik toon interesse in jou. Ik stel jou vragen. Jij vindt het leuk dat ik naar jou luister. En vervolgens wil jij ook naar mij luisteren. En dat is denk ik waar het om draait. Je moet in de eerste plaats altijd jouw gesprekspartner centraal stellen. Want juist door iemand anders aan het woord te laten, creëer de mogelijkheid om zelf aan het woord te zijn. En daarvoor moet je eigenlijk ook wel even die mindset veranderen. Want in het begin, ik ging toen kranten verkopen via een callcenter. Toen was ik ook goedemiddag met mevrouw. En ik was toen een jaar of 19. Mm-hmm. Ook heel robotic. Maar het is, weet je, als je iemand al kent en hoe je dan met iemand praat, is heel, hoe is het mee? En dan ga je gewoon lekker verder in het verhaal. En wat ik heb gemerkt, als je dat ook doet bij mensen die je niet kent, mm-hmm, gaan zij zich al gedragen alsof ze je wel kennen. Want ze denken vaak al, die Alex, hij lijkt alsof hij mij kent. Dus gaan ze zich ook zo gedragen alsof ze mij al kennen. Juist. Eigenlijk zijn je prospect en je klanten, die zijn gewoon eigenlijk een spiegel van jezelf. En wat ik zeg, als je bijvoorbeeld belt of als je het eerste contact legt met iemand, hoe enthousiaster, hoe beter. Weet je, want als jij iemand op een positieve manier kan aansteken met jouw enthousiasme, dan gaat hij daar wat sneller in mee. Ja. Ik denk dat ook een van de grote valkuilen is dat mensen te zakelijk zijn. Dat. Weet je, uiteindelijk, je bent te veel bezig. Als je bijvoorbeeld hebt over een onderwerp vraagtechnieken, die kan je trouwens ook in mijn masterclass, kan je dat meer over terugvinden. Ik vind dat elke verkoper, die moet dus een expert zijn op het gebied van vragen stellen. Waarom? Wat je wil is dat iemand anders aan jou vertelt waarom die het nodig heeft, in plaats van dat jij het zelf vertelt. Alleen vragen stellen aan zich, ja, dat is niet zo heel ingewikkeld. Weet je, ik kan jou wel leren wat het verschil is tussen een gesloten en een open vraag. Maar de kunst is, hoe zorg je ervoor dat jouw vraag zo goed is dat je ook het allerbeste antwoord krijgt die mogelijk is? En vooral ook, hoe zorg je ervoor dat die prospect überhaupt jouw vraag gaat beantwoorden? En een van de dingen die belangrijk is dat je dus heel duidelijk uitlegt aan iemand. Dus zo bijvoorbeeld, en ik vond een voorbeeld van een personal trainer vind ik wel heel leuk, omdat het voor iedereen heel herkenbaar is. Nou, iemand vraagt een adviesgesprek aan.
En als personal trainer weet je eigenlijk wel precies waar iemand in zit. Je weet dat iemand wil afvallen. Je weet, alles weet je. En dit is de grootste fuck-up voor verkopers. Is dat ze te veel aannames doen. Terwijl die prospect, of jouw potentiële klant, die zit in een proces, weet je wel. Die is daarmee bezig. Die is erover aan het nadenken. En als je het dus hebt over de intentie. Als iemand tegen jou zegt, ik wil afvallen. En jij gaat gelijk, oh ja, dat is geen probleem. Ik heb allerlei methodes en ik kan jou heel goed helpen en bla 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 bla. Wat ik altijd zeg is, gebruik de tandartsmethode. Ik weet niet... Mij niet bekend. Waar... Ja, het niet? Wel? Nee. Heb ik van gehoord? Heel tandartsmethode? Goed. Nee, vertel. Tandartsmethode staat ook in mijn boek. Ik was bij de tandarts. En nou ja, je kent het, je hebt een gaatje, irritant, je wil hem gevuld hebben. En ik zeg tegen die tandarts, yo, ik heb een vraag. Misschien vragen ze het niet, maar die spuit vind ik niet zo erg. Maar dat boren, dat vind ik echt verschrikkelijk. Dus ik dacht, ja, misschien kan hij hem maken zonder te boren, weet je wel. Dus ik vroeg aan hem, wat ga je dan precies doen? Ja, hij zegt, ja, ik ga je spuit geven, dit en ik ga boren. Ik zei, ja, maar misschien een hele stomme vraag. Maar er zit toch al een gat? Waarom ga je boren? En toen zei hij tegen mij het volgende. Hij zegt, ja, ik boor om ervoor te zorgen dat de vulling beter blijft zitten. En toen dacht ik, toen kreeg ik die spuit en ik ging liggen. En ik moest 's middags een sales training geven. En wat ik mooi vind... Goeie timing. En ik dacht bij mezelf, dit is hem. Dit is de allerbeste metafoor die er bestaat. Want als jij als personal trainer daar zit... En iemand zegt tegen jou, ik wil afvallen. En jij gaat gelijk pitchen met hetgeen wat je kan bieden. Dat is eigenlijk echt een gemiste kans. Want uiteindelijk wil je dat jouw prospect zichzelf overtuigt van het feit dat hij jou nodig heeft. Of jou ook gaat overtuigen dat hij iets bij jou moet gaan afnemen. Dat is nog mooier. Dus wat doe je? Net als de tandarts. Je pakt een boormachine. Je stopt hem in het gaatje. En dat doe je door middel van vraagtechnieken. Van, oh... Je wil afvallen. Ja, nou ja, goed. Hè, dat willen veel mensen die hier komen. Maar kun je me daar iets meer over vertellen? En uiteindelijk, wat er gaat gebeuren in het proces, het gaatje is op het moment dat hij het zelf aangeeft, misschien zo. Maar door de vragen die je stelt, laat je hem zelf nadenken over het probleem. Waardoor het probleem ook tussen zijn eigen oren veel groter wordt. En uiteindelijk, wat je doet, op dat moment, je vergroot de behoefte van diegene om klanten bij jou te worden. Dus waar je in de basis een pakketje zou verkopen van 50 euro per maand, kan je hem misschien nu wel de unlimited verkopen van 300 per maand. Want ja, het gaatje waar hij mee kwam, die was 50 euro per maand waard. Maar het unlimited pakket, ja, dat is wel echt, daar moet je wel echt met een goed verhaal komen. Dus wat het interessante is dat je dus iemand anders zichzelf laat overtuigen waarom die het nodig heeft. Ik heb daar ook nog trouwens een andere boekentip. Ja, ik weet, ik ben een slechte verkoper, want ik moet mijn eigen boek verkopen. Maar als je hier meer over wil leren, lees het boek van Keenan. Dit is ook een bestseller. Dit gaat over gap selling. Het gaat over het probleem centraal stellen en daar de diepte op in gaan. Nou goed, en dan heb ik ook nog een andere boekentip. En dat is de classic. Dat is spin selling. Dat gaat over verkooptechnieken. De vragen die je kan gebruiken om iemand om de behoefte te achterhalen om jouw oplossing beter te kunnen laten fitten. Ja, je moet echt dus als verkoper, ik zal even kort voor de mensen die denken, er komt iemand die zegt al, die heeft al de moed verzameld om te willen gaan afvallen. Die komt bij jou en dan ga je nog eens een keer vragen stellen over hoe erg het is. En die kunnen dat zien als negatief, maar dat is het dus niet. Want die persoon die wil afvallen, nou ja, die heeft het al tig keren geprobeerd. Misschien een yo-yo'er. Begint ergens aan, maakt het niet af. Die drive moet je los krijgen. Dus het kan zijn dat... Juist, daar gaat het om. Ja, die drive, die zoek jij. Ja, ja. En dat maakt het los dat je helpt die klant ook echt om dat inzicht te krijgen. Bijvoorbeeld je wil afvallen van voor. Ik heb een bruiloft, ik wil een jurk passen. Oké, wat heb je daar allemaal aan gedaan? Het is vaak niet gelukt. Oké, dus wat ging er nou mis? Wat heb je nu echt nodig? En dan, ook al weet jij met die aanname al dat het al... Dat jij de juiste oplossing hebt. Het gaat om dat die klanten ook achterkomen. En die komt er, ja verdomd, ik heb echt iedere week iemand nodig die achter me aan zit. Juist. En hoe kicken is het dat je niet eens om de koop hoeft te vragen. Dus dat je niet eens hoeft te vragen van, nou zullen we het gewoon in orde maken. Maar dat je gewoon met de overtuiging op basis van de informatie die je hebt gekregen. Kan aangeven van oké, wanneer gaan we starten? Weet je wel, je hebt mij al overtuigd dat je dit wilt.
De vraag is, hoe snel gaan we het resultaat halen? En het interessante is, dat maakt het verkoopgesprek dus eigenlijk ook heel veel makkelijker. Dus eigenlijk hebben we het samengevat. Wat we dus moeten doen, is ons veel minder concentreren op het product wat we verkopen. Maar veel meer concentreren op het probleem wat iemand heeft. Waarvoor die ook daadwerkelijk een oplossing nodig heeft. En het interessante is, en dat wil ik nog even toevoegen over urgentie. Ik spreek veel verkopers of ondernemers die zeggen, ja, nou, ik heb 6 offertes in de pijplijn zitten. Ja, maar ze reageren maar niet. Nee, het moment wordt maar iedere keer uitgesteld. En ik vind, ja, ik wil eigenlijk niet te veel gaan bellen, want dan vinden ze me misschien wel irritant. Nou, daar heb ik ook iets voor. Misschien herken je dat wel als je thuis zit. Ja, je wilt toch niet die opdringerige verkoper zijn. En daarom is die urgentie creëren zo belangrijk. En met de urgentie bedoel ik dat op het moment dat jij een gesprek aan het voeren bent met iemand. En wat je bijvoorbeeld zou kunnen gebruiken, dat is gewoon een simpel formulier. Gewoon een simpel A4'tje. Dat noem je gewoon het inventarisatieformulier. En wat je gaat doen, is op dat formulier zet je gewoon alle vragen die je wil stellen. En moet je luisteren hoe dit klinkt. Ja, oké, mijn doelstelling is om jou zo goed mogelijk te helpen. En ter voorbereiding om ervoor te zorgen dat we een goed gesprek met elkaar hebben. En om ervoor te zorgen dat ik de juiste, dat ik goed begrijp wat jij nodig hebt, heb ik een inventarisatieformulier gemaakt. Er staan een aantal vragen op en op basis daarvan kan ik je zo meteen een advies geven. Vind je dat goed? Nou, wat je nu doet, is je legt het formulier op tafel en jouw klant die gaat heel naar dat formulier wijzen. Want wat op dat formulier staat, dat is hetgeen wat hij aan jou heeft verteld. En in één keer wordt dat dus heel erg waardevol. Nou, als je daar bijvoorbeeld een aantal urgentievragen in zou kunnen stellen, dan wat is het moment waarin je het beoogde resultaat zou willen bereiken? Of als het een groter bedrijf is, welke mensen binnen deze organisatie hebben er belang bij dat het op 1 juli is geïmplementeerd? En kun je mij vertellen als dat niet lukt? Hè? Want daar moeten we natuurlijk ook mee rekening mee houden. Wat voor impact heeft het dan op jullie organisatie? En dan komt die, en dit is next level consultative selling. Wat is de financiële impact voor jullie bedrijf op het moment dat we die doelstelling niet realiseren? En dan kom je in één keer in een situatie terecht waarin die klant zich bewust is dat hij dat ook dus ook bij jou heeft, aan jou heeft gecommuniceerd. En op het moment dat je nu die klant gaat terugbellen en je gaat nu zeggen, je zegt van, hey gast, het wordt tijd om een beslissing te gaan maken, dan is dat niet meer opdringerig. Want dan doe je dat niet vanuit je eigen belang, maar dan doe je dat vanuit zijn belang. Hij heeft immers bij jou aangegeven dat die deadline voor het bedrijf zo belangrijk is. En dan heb je een heel ander gesprek. En daarom is het zo belangrijk om dus heel goed na te denken over welk probleem los je op. Maak een formulier. Zeker als je gaat bellen. Is fantastisch. Ik heb een formulier hier voor mij liggen. En die vul ik even in. En alles wat die klant tegen jou zegt, zeg je, ik schrijf het even op. Ik schrijf het even op. Ik schrijf het even op. Want als iemand tegen jou zegt, ik schrijf het even op, dan zegt hij dus eigenlijk ook van, hey, ik vind jou belangrijk. En jij bent niet net als al die andere verkopers. Oké, maar ik ga je toch onderbreken nu, hè, want... Ja, ga door. Stel nou, hè, ik snap hem als iemand naar mij toe komt. Dus ik wil afvallen. Dat heb ik eigenlijk al op die pijplijn heb ik al gevuld. Ik heb al mijn social media gedaan, social proof, et cetera. Ja. Maar stel, je belt iemand op en die weet nog niet helemaal zeker of jou nodig heeft. En ik begin met, ik ga inventarisatie doen. Ik ben op zoek naar die eerste desire, die eerste trigger. Wat zeg jij om die klant, en je kan het hebben over een cent, ik noem wat energie, te triggeren om te luisteren? Dus iemand zit misschien helemaal niet eens te wachten op jou. Hoe zorg je dat hij vast zit en jouw vragen wil gaan beantwoorden? Juist. En hier wil ik graag een ander modelletje voor laten zien. Dat is een... Dat is wellicht iets hè, wat al bekend is bij heel veel mensen. Het AIDA-model. Dat ken je vast wel. Attention, interest, desire. De laatste week niet meer. Wat was action. Action. Action, ja. Als je kijkt, hè, even terugvallen op de structuur. Kijk, op het moment dat we het hebben over verkopen. Verkopen is een proces. Eens? Ja. Hè, dus het is niet iets wat direct gebeurt. We hebben het er ook over gehad dat de belangrijkste beslissing, de onbewuste beslissing, is vaak een emotionele beslissing bij mensen. Okay. Wat betekent dat?
teken eventjes de, ik noem het even de emotiemeter. Wat interessant is, als je kijkt naar een standaard Hollywoodfilm, of als je meer leert over storytelling in het algemeen, dan zit er altijd een bepaalde rode draad in. En wat ik heb geleerd en gelezen is dat het middelpunt van de film, dat daar altijd de diepste emotie zit. Dus of jij een film vet vindt of een film niet vet vindt, is afhankelijk van de mate van emotie die het bij jou heeft opgewekt. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar Karate Kid of naar gewoon de Jurassic Park, of maakt niet uit, gewoon echt de klassiekers, zeg maar. Dan zie je dat er in het midden een bepaald hoogtepunt is. En dat hoe meer emotie, hoe vetter jij de film vindt. Dit is eigenlijk wat je dus ook in een verkoopgesprek moet creëren. Dus als je een standaard verkoopgesprek hebt. En ik heb het even over de automatische piloot die jij hebt ervaren. Dus bij die verkoper die jou gebeld heeft. Ja. Dan heb je het eigenlijk over een soort van standaard riedeltje. Waar geen emotie in zit. Waar je eigenlijk gewoon een soort van zakelijk gesprek hebt met elkaar. Weinig toonhoogteverschil, weinig gevoel, helemaal niks. Terwijl de beste verkoopgesprekken, dat zijn de gesprekken waar deze emotie in zit. Dus juist op deze plekken, en dat kan een positieve of een negatieve emotie zijn, wordt daadwerkelijk de deal gemaakt. Dus om even terug te komen op jouw vraag, want ik vond het belangrijk om even dit emotionele aspect hierin mee te nemen. Als je het dus hebt over een verkoopgesprek, ik hoor bijvoorbeeld heel vaak mensen zeggen, ik heb moeite met het houden van leiding in het gesprek. Hè, de klant neemt het gesprek over. En dit heeft alles te maken met dat jij aan het praten bent. Brian Tracy ken je misschien ook wel. Die heeft een aantal hele goede salesboeken geschreven, ook over het schrijven van boeken en persoonlijke ontwikkeling. En een van zijn quotes is: telling is not selling. Never make a statement when you can phrase it in the form of a question. En ik heb even een Nederlandse vertaling ervan gemaakt. Hè. Dat is, de beste sellers zijn geen vertellers, maar vragenstellers. Maar de vraag is, ja, wat is dan het beste? Wat is dan de beste timing? Wat is dan het beste moment om de vraag te stellen? En hoe zorg je er nou voor dat je eigenlijk een soort van de perfecte emotionele journey creëert in je gesprek? Nou, we hadden het over het AIDA-model. En ik teken hem even uit in vier blokken. Als jij werkt in sales, dan heb je waarschijnlijk de vier A's geleerd, of de vijf A's, of de zes A's. Het gaat erom dat je bewust bent in elke fase van het gesprek wat je aan het doen bent. En wat ik heel sterk vind van jouw vraag net, Alex, dat gaat over de trigger. Hè? Hoe zorg je ervoor aan het begin van het gesprek dat iemand daadwerkelijk met jou in gesprek gaat? Als we kijken, stel dat dit de route is van het gesprek. Wat je feitelijk wilt, is je wilt die klant naar een hoogtepunt brengen. Maar je wil vanaf het begin wil je zijn aandacht al vast hebben. Nou, je zei het inderdaad heel sterk, attention. Attention is echt iemand zijn aandacht krijgen. En daarvoor heb je dus die trigger nodig. Dus als je zegt, wat is een goede opening van het gesprek? Ja, is positief. Weet je, hallo, met Ronald, ik bel jou even. Weet je, want de eerste keuze die iemand maakt is, wil ik met jou praten of niet? Weet je wel? Want als jij met een zagrijnige stem, maakt niet uit of je een fantastisch product verkoopt. Weet je, die mensen die hebben daar een bepaald gevoel bij. En hun eerste initiële reactie is vaak ook een onbewuste reactie. Van, oh, daar heb je er weer zo een. Laat maar zitten. Maar als je, er was laatst een jongen die van Marokkaanse afkomst. En die had een moeilijke naam om uit te spreken. En hij zei, ja, Ronald, ik vind het moeilijk om met mensen in contact te komen, want ik heet zo en zo. Ik zeg, gast, ik heb in Utrecht gewerkt. Hè. Ik heb callcenters getraind van de kanalen, met jongens uit Kanaleiland en Overweg. Ik zeg, die hadden allemaal dan hetzelfde probleem wat jij hebt. Ik zeg, maar het probleem zit niet in je naam. Het probleem zit in hoe je het zegt. Want het gaat er niet om wat je zegt aan het begin van het gesprek. Want mensen luisteren toch helemaal niet naar je. Het gaat erom hoe je het zegt. Dus als jij een extreme blijdschap aan het begin van het gesprek hebt, denken mensen, oh, dat is grappig. Dit is wel een leuke gast die ik aan de lijn heb. Weet je wel, daar kan ik wat mee. Nou, vervolgens doe je praatje, hè, dan vertel je waar je voor belt en wie je bent, et cetera. En, oh ja, die Marokkaanse jongen had ik dus gezegd van, oké, zeg gewoon je naam. Maar als die mensen dan hun naam hebben bevestigd of het aangegeven gegeven dat het gesprek met je willen, dan moet je gewoon zeggen,
hallo. En op een gegeven moment ging hij dat dus doen. En al zijn collega's die eromheen zaten, die zagen denk ik zijn resultaten verbeteren. Want hij was gewoon een goede verkoper. Maar hij kwam gewoon moeilijk met mensen in gesprek. En op een gegeven moment had hij het hele bedrijf aangestoken. Dus ik kwam binnenlopen en ik hoorde in één keer, hallo, hallo, hallo. Dus dat was super grappig. Maar weet je, dit is een heel klein voorbeeld van hoe het kan werken. En wat ik zou zeggen is, dat stel dat je elke fase nou zo afloopt, dan zou ik altijd zeggen, voordat je je interestfase begint, en de interestfase gaat echt om dialoog, vragen stellen, is zorg ervoor dat je iemand triggert. Dus stel dat iemand aan jou heeft gevraagd van neem even contact op met je, want ik heb interesse in personal training. Wat kost het? Weet je, dit is mijn probleem. Wat kost het? Oké, stel dat je zegt, ja, ik heb pakket ABC. Pakket A kost 50 euro, die kost 100 euro, die kost 150 euro. Ja, en dan, daarna ben je gewoon uitgeluld. Want op dat moment neemt die klant de beslissing. Maar je wil helemaal niet dat die klant beslissing neemt aan het begin van het gesprek. En je wil dat de klant beslissing neemt aan het einde van het gesprek. Want je weet dat je die tijd nodig hebt om die relatie op te bouwen. Je weet dat je met hem een soort van emotionele band moet gaan creëren. Dus het heeft helemaal geen zin om in het begin van het gesprek te zeggen wat het kost. Maar moet je dan niet zeggen wat het kost? Dat weet ik niet. Maar wat ik altijd adviseer is, maak een soort van bold statement aan het begin van het gesprek. Zeg, ja, maar dat is geen enkel probleem. Wij zijn de specialisten hier in de buurt. Wij hebben alle oplossingen voor alle bedrijven vergelijkbaar zoals jij. Weet je, die prijzen, daar komen we wel uit. Ik ga ervoor zorgen dat jij de allerbeste prijs krijgt voor het allerbeste product. En wij hebben op dit moment een aantal hele leuke acties lopen. Komt-ie? Maar daar kom ik straks op terug. En zo lieg je niet, hè? Je zegt, ik heb de allerbeste producten. Je krijgt de allerbeste prijs. Nou, dat is, hè, als jij weet dat je producten gewoon goed zijn, is dat ook de allerbeste prijs. Juist. Dus dan ben ik gelijk van, vertel verder. Juist, precies. Ja. En waar het om gaat is dat als je deze vier fasen zou opsplitsen in twee fasen. Hè, dit is eigenlijk het moment dat je meer gaat vertellen over hetgeen wat je kan verkopen. Wat je eigenlijk wil, en ik noem dat move of the solution. Je wil praten over geld en je product zo lang mogelijk uitstellen. Dus iedere keer als die klant vraagt, ja, maar wat kost het dan? Ja, ik ben er bijna. Ik moet even mijn formulier afmaken. Weet je wel? Ik kom daar straks op terug. Ik heb nog een paar vragen. Uiteindelijk stel je namelijk die vragen. Hè, wat is het doel van het stellen van vragen? Is 1, je toont interesse. 2, je krijgt informatie die je kan gebruiken verderop in het gesprek. Maar het allerbelangrijkste, dat is het proces. Weet je wel? Je laat iemand nadenken over het probleem wat hij heeft. En je laat hem nadenken over hetgeen wat hij wilt. En hoe langer je hem erover laat denken, hoe groter zijn behoefte uiteindelijk wordt. En daardoor veroorzaak je die emotionele rollercoaster. Juist. En dus die hele interestfase, hè, laten we zeggen dat dit het A4'tje is waar ik het net over had, met alle vinkjes. Hier laat je hem alles vertellen wat hij wilt en wat hij belangrijk vindt. En dan is op een gegeven moment wordt het heel simpel, want zijn behoefte wordt zo groot. Ja, maar vertel me nou alsjeblieft, wat heb je? En dan zeg je, ik heb precies het product en de dienstverlening die 100% aansluit op jouw behoefte. En dan ga je letterlijk in zijn eigen woorden een terugkoppeling geven van de inhoud van het product. Dus dat betekent niet dat je alle technische specs moet noemen. Dat betekent niet dat je alle inhoud hoeft te vertellen. Nee, want daar zit hij ook helemaal niet te wachten. Hij heeft bij jou gezegd, ik heb dit probleem en kun je dit probleem voor mij oplossen? En doordat je de juiste vragen heeft gesteld, is hij ervan overtuigd dat jij ook degene bent die daadwerkelijk de oplossing voor hem heeft. En in die desire fase hoef je hem eigenlijk al niet meer te overtuigen. Weet je, je hoeft hem alleen nog maar uit te leggen hoe het werkt. En vervolgens, en dat is de laatste fase om het even, dit verhaal even af te maken, sluit je de deal. En dat is nog wel een probleem voor veel verkopers, heb ik gemerkt. En zeker voor ondernemers die niet per se verkopers een ervaring hebben met verkoop. Ik bedoel, jij hebt in een callcenter gewerkt, weet je wel. Jij weet gewoon, ja. Je moet twee dingen realiseren aan het einde van het gesprek. Je moet 1, of je sluit de deal. Of 2, je hebt een concreet vervolgafspraak. En dit is voor de mensen thuis. Schrijf even op. Zeg altijd, wat is de next step?
zeg altijd, wat lijkt jou de beste vervolgstap die we nu moeten gaan nemen? Probeer een bepaalde mate van commitment te vinden. Weet je, stuur iemand die mail na het gesprek waarin je een samenvatting maakt van hetgeen wat voor hem belangrijk is. En geef daaronder aan ook wat je met elkaar hebt afgesproken. Ik heb nog een hele gouden tip van Flip. Hè? Deze gaat iedereen sowieso meer sales en meer geld opleveren. Is zet altijd een datum en een tijd voor de follow-up in je mailcommunicatie. Dus als je een mail stuurt, leg nooit de bal bij de klant. Dus we hebben een goed gesprek gehad. Ik heb jou een voorstel gedaan. Bla 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 bla. Lukt het jou om voor donderdag 5:00 mij een terugkoppeling te geven op dit voorstel? En deze tip gaat mensen zo verschrikkelijk veel sales opleveren. Want wat er namelijk gebeurt op het moment dat jij dus niet zelf het initiatief neemt om die urgentie te creëren in het gesprek. Ja, die klant die gaat het echt niet voor je doen. Weet je wel, die heeft 100.000 andere dingen waar hij mee bezig is op dat moment. Maar op het moment, op een of andere manier, cijfers zijn magisch. Hè? Dus op het moment dat je cijfers in een mail zet of concreet een voorstel doet, dus onbewust hebben ze dat in hun hoofd. Oh ja, ik moet nog even op die mail reageren. Want hij heeft mij gevraagd om bevestiging. Of ik op dat moment ook daadwerkelijk die bevestiging kan geven. En dan creëer je dus een bepaalde mate van urgentie in het gesprek. Dus dat is even een tip. Je creëert commitment van de persoon. Ja, van, het is precies. Van, ik bel je wel. Kan jij dat? Ja. Oh ja, dus ik zeg het al. Dus ik geef al commitment. Dat is ook een van de principes van Gialdini. Hoe meer commitment je hebt van de klant, hoe beter het verkoopproces gaat. Want dan kleine stapjes begint het. En uiteindelijk, het begint eigenlijk al bij het begin van dat die persoon jou informatie geeft. Dat is al een commitment. Juist. En wat ik wil zeggen, je moet echt mijn boek lezen. En je moet mijn boek lezen niet omdat omdat ik, weet je, nu deze training geef, omdat ik toevallig in deze podcast zit. Maar je moet dit boek lezen omdat ik meer dan 100 boeken heb gelezen over sales. En ik dit boek geschreven heb voor jou, omdat ik ook dit boek heb geschreven voor mezelf. Ik heb gewoon gekeken naar mezelf toen ik begon met verkopen of toen ik niet mijn target haalde. Wat had ik op dat moment moeten weten? En precies die dingen staan hierin. En de reden waarom ik het Street Smart Sales heb genoemd, is omdat de meeste van de dingen die weet je al. Maar waar het om gaat, is dat je een bevestiging krijgt van de dingen die je al weet, om het op de juiste manier te kunnen toepassen. Nou, in mijn boek vertel ik alles over dialoog, over vraagtechnieken, over afsluittechnieken. De redenen waarom je misschien nu op dit moment nog niet om de koop vraagt, staan hierin. Maar er staan ook manieren in hoe je dus heel makkelijk om de koop kan vragen zonder je klant onder druk te zetten. En waar ik heel trots op ben, en dat is een onderbelicht onderwerp in sales. Dus alle verkopers of ondernemers die op dit moment deze podcast aan het kijken of luisteren zijn, ga alsjeblieft meer leren over storytelling. Storytelling is een onderwerp wat in marketing heel erg wordt toegepast. En wat jij misschien als verkoper of als ondernemer onbewust misschien toepast. Maar storytelling is zo verschrikkelijk waardevol. Het gaat namelijk om, we hadden het net een paar keer gehad over Cialdini. Daar kom ik ook op terug. Maar waar het om gaat is, als je kan spreken tot de beleving van mensen, dan raak je mensen emotioneel, psychologisch op een andere manier dan op het moment dat je gewoon met voldongen feiten komt. Verhalen, weet je, dan zit je bij een notaris en je weet dat je een moeilijk gesprek gaat krijgen over de voorwaarden. Ja, vertel dan een verhaal over die advocaat waar je net geweest bent, die al naar die voorwaarden heeft gekeken. Mensen zijn kuddedieren. Mensen die hebben helemaal geen zin om na te denken over dingen. Zeker als het makkelijke beslissingen zijn. Dus is het veel slimmer om te zeggen dat er veel gelijkgestemden zoals hij, of vergelijkbare bedrijven of vergelijkbare personen, om deze en deze reden kiezen voor jouw product. En op het moment dat ik jou ga overtuigen, dus eigenlijk heb ik het niet goed gedaan. Want ik zei net tegen jullie van, jullie moeten mijn boek kopen omdat ik vind dat het goed is. Maar als ik jullie vertel dat ik al bijna 3000 exemplaren heb verkocht, of alle partijen waar ik al trainingen heb gegeven, die gewoon dozen vol met boeken hebben gekocht, gewoon omdat ze het mij gunnen. Maar niet alleen omdat ze het mij gunnen, maar ze weten dat de inhoud van dit boek aansluit op de boodschap die ik ook breng. En dat is de reden waarom ze het gaan verkopen. Ik ben er ook van overtuigd dat dit boek gewoon in de komende 10 jaar gewoon
het salesboek gaat worden voor de meeste direct sales organisaties. Omdat hier alles in staat wat mensen ook daadwerkelijk nodig hebben. Nou, je ziet met wat voor overtuiging ik mijn product aan de man breng. Maar het is ook omdat ik er echt in geloof. En daar begint het mee, weet je wel, met die overtuiging. En dat is precies wat jij ook moet gaan doen. Dus verdiep je in storytelling. Zorg dat je een vragenkoning wordt. Zorg ervoor dat je je proces strak en goed inricht. Weet waar je mee bezig bent. In welke fase van het gesprek heb je moeite met vraagtechnieken? Gebruik die inventarisatieformulier. Vraag commitment in elk gesprek. Weet je, mensen hebben dat ook van jou, die hebben het ook nodig. Weet je, mensen, klanten zullen niet uit zichzelf het initiatief nemen en tegen jou zeggen van, waar kan ik het kopen? Nee, natuurlijk niet. Ja, dat ze verwachten het van jou als verkoper, dat je erom vraagt. Dus dan moet je het ook daadwerkelijk doen. Dus dat was even een pleidooi, Alex. Ja, ik denk dat de mensen die echt willen verkopen, die willen dat hun resultaten gewoon significant gewoon veel beter worden. En ook van zichzelf weten en ook die doelstelling stellen voor zichzelf, weten dat ze altijd beter kunnen. Die hebben denk ik zichzelf al overtuigd dat ze jouw boek moeten kopen. Dus waar stuur je de mensen heen? Managementboek.nl kan kopen, maar je hebt ook je eigen website. Ja, gaan we gewoon. Ik wil meer. Heb je nog cursussen, trainingen? Wat heb je allemaal? Ja, zeker. Je kan gaan naar salesacademy.nl. Dus salesacademy.nl. Dat is mijn website. Dan kan je verschillende online masterclasses volgen. Ik heb een hele leuke openingsaanbieding. Die staat ook op de website daarvoor. In die masterclass leer ik je alles wat je nodig hebt om een goede verkoper te worden. Die masterclass die kost €300 of €297. Vind je dat veel geld? Begin even met mijn boek. Maar het belangrijkste, mijn belangrijkste boodschap voor jou is... begin met investeren in jezelf en blijf investeren in jezelf. Ik heb nog een belangrijke. Als je €300 veel geld vindt, dan moet je juist investeren. Die €300 investeren. Om te zorgen dat zo snel mogelijk niet veel geld is voor jou. Nou, dan heb je het echt heel erg nodig. En weet je, voor mij, ik koop altijd die cursussen ook. Hè, want de audio en video is toch altijd anders, altijd beter. Ja, meestal koop ik ook die boeken. Want als ik die boeken heb, kan ik nog even heb je naslagwerk. Want heel veel dingen vergeet je gewoon. Dit is iets wat je continu moet blijven doen. En dan kan je gewoon weer die bladzijde openslaan. En denk van, hoe zit het ook weer? En dan kun je focussen op één techniek. En die videotraining heb je echt nodig voor de diepgang. Weet je wel? Dus als jij het aan mij vertelt, komt het veel sterker binnen dan dat ik het lees. En als je mij vertelt, dan lees ik het boek en denk van, oh ja, weet je, dat had die Ronald toen ook verteld. Dus zo zit dat. En ik ga het gelijk toepassen. Ja. Dus ik vind het de ideale combinatie. Leuk, man. Dus dank je wel. Of is er nog iets waar je mee, wil afsluiten? Ja, ik wil het... is er nog ruimte voor? Ja, tuurlijk. Ja, tof man. Ik vind het wel leuk om een verhaal met jullie te delen. Ik geloof erin dat het, we hebben net gehad over vertrouwen en over personaliseren. En ik ben geëmigreerd naar Amerika toen ik 26 was. En dat is een tijdje geleden alweer. maar ik had een droom, weet je wel. Ik wilde graag, ik wilde graag dingen doen met muziek. Ik wilde vroeger rapper worden. En ik dacht bij mezelf, ja, Amerika is het land, weet je, het beloofde land. En ik kwam daar terecht in een restaurant. En ik had heel veel sales ervaring. En ik had ervaring als trainer, maar ik had bijna geen ervaring in de horeca. En wat er gebeurde, is, ik weet niet of jij wel eens in Amerika bent geweest, maar dan krijg je 10-20% voor je op elke tafel. En ik had op de eerste avond, zonder dat ik het door had, had ik de $70 voor je verdiend. En ik dacht bij mezelf, ik wil echt die $300 van maken, weet je wel. Ik ben gewoon een commerciële jongen. En ik denk, als ik toch die aan het werk ben, weet je wel, net als in sales. Je wil gewoon gaan voor het maximale resultaat. Nou, wat er gebeurde, ik raakte gefrustreerd, jongen. Ik werd helemaal gek. Ik probeerde tips over op te halen van hoe kan ik ervoor zorgen dat ik meer fooi verdien. En toen ben ik naar de oude baas gegaan, weet je, de chefkok van het restaurant. En ik zei tegen hem, Alfred, I want to make more money, man. You need to tell me the secret. En toen zei hij tegen mij, Ron, you are a crazy waiter anyway. So I will tell you the secret. You need to sell desserts. En daar wil ik mee afsluiten. Dit is een hoofdstuk uit mijn boek. En als je het vervolg wil lezen, het is me gelukt om meer dan $300 per dag aan fooi binnen te halen. En dat ging niet alleen om toetjes verkopen, maar dat was wel de aanleiding van dat mensen bij mij een toetje kwamen eten in het restaurant. En die hou ik nog even als spanning erin.
Ja, super tof, Alex. Dankjewel voor de uitnodiging. Voor deze podcast. Ik voel me heel vereerd. Dat mag ook wel. Dat is een hele eer, hè, als je hier mee mag doen. Ik heb je niet voor niks gehaald, dus dat is goed. Dus we willen nog één keer de website benoemen. Ik ga hem ook uiteraard de linkjes plaatsen. Maar noem het nog één keer voor de mensen die naar de audio luisteren. Ja, we hebben sowieso www.salesacademy.nl. Dat is mijn website. Abonneer je op mijn socials. Instagram, Ronald Bogaert Sales Academy. LinkedIn, ik post elke dag sales inspiratie op LinkedIn. Dus sowieso, als je mij volgt, er zijn heel veel top ondernemers, verkopers die ook mij volgen en reageren op mijn posts. Weet je, daar kan je gewoon heel veel van leren. Dus het lijkt me tof om met iedereen in contact te komen. En ik ga jullie allemaal blijven inspireren in de komende tijd. Laat me ook vooral weten wat je van mijn boek vindt. Weet je wel, als je mij een bericht stuurt, ik reageer er altijd op. Heb je een bedrijf? Wil je een keer een strategie sessie op het gebied van sales? Wil je een keer een goed verkoopplan hebben? Schroom niet, stuur me gewoon een berichtje of kijk. Ik zal altijd kijken wat ik voor je kan betekenen. Maar mijn doel is om jou te helpen. En als jij hetzelfde doel hebt met jouw klanten, dan weet ik zeker dat je ook succesvol gaat worden in sales. Ja, perfect. Ja, en ook voor de mensen. Het kan zijn dat die vol zit, want we hadden het er net over dat je echt keuzes moet gaan maken. Want vooral in deze tijd merk je dat de sales overal daalt. En je wordt steeds meer en meer gevraagd. Ja. Dus het kan even duren. Maar neem contact op. Ik ben in ieder geval geïnspireerd. Dus dank voor dit gesprek. Ja, leuk man. Jij ook. Super bedankt. En succes met alles.